Als het aan parlementariër Patrick Kensenhuis ligt, zou het minimumsalaris gesteld moeten worden op 7500 SRD. Volgens hem is het minimumuurloon van 20 SRD reeds lang achterhaald. Hij roept de diverse ministeries en instanties op om weer te kijken naar dit vraagstuk, rekening houdend met de introductie van BTW. BTW wordt geheven en wat mensen moeten betalen aan vooral producten voor eerste levensbehoeften. Dat heb je 4000 SRD wamum. Waar ga je ermee? Dus die 20 SRD is sterk achterhaald. In Amundisi, januari 2023, moet dus het ministerie van Arbeid met die loonraad en allemaal het loon in feite, zoals het is vastgesteld, evalueren en men zou het moeten bijstellen. En het is zo, men moet in feite het minimumuurloon bijstellen. Je zou dus nu bijna moeten zeggen, je praat over een minimumloon van, als we, er is een voorstel gedaan om die belastingvrije grens zelf op te trekken. Dus dat geeft dus ook aan hoe zwaar loontrekkers het hebben. En de regering is meegegaan om alvast die belastingvrije grens op te trekken naar 7500. Dus als je nu een loon daar beneden verdient, dan zie je al binnen welke klasse zo'n loontrekker met de 20 SRD minimaal, waar die persoon in feite thuis hoort. Armand Sunder, woordvoerder van Rafaxuur, is ook de mening toegedaan dat het minimumuurloon fors aangepast moet worden. Naar zijn zeggen kan het opgetrokken worden naar 50 SRD per uur. Echter geeft hij aan dat kleine en middelgrote bedrijven met de uitdaging zullen zitten om hun personeel uit te betalen. Nou, 50 SRD zou niet onredelijk zijn als je rekening houdt met het feit dus dat als je een gezin hebt met twee kinderen, man-vrouw, dan zit je al rond de tussen 9000 en 11000. Dan ben je aan de basis. Zo heeft die inflatie geregeerd en die devaluaties. De mensen zijn gewoon verarmd. En de regering moet het voortouw nemen. En het is natuurlijk zo dat het bedrijfsleven dat minimumuurloon moet gaan betalen. Voor de grote bedrijven is dat geen probleem, want ze zitten al behoorlijk boven het minimumuurloon. Maar het grootste gedeelte, dat zijn kleine bedrijven in onze samenleving. En die zullen dat moeten opbrengen. Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken verwacht eind deze maand of begin februari een nieuw voorstel van de Nationale Loonraad. De laatste aanpassing van 20 SRD was voor de periode 1 juni 2022 tot 31 december 2022 vastgesteld. McAndrew benadrukt dat de regering zich volkomen bewust is van de economische situatie. Daarom zal er met de verschillende sociale partners gesproken worden hierover. De Nationale Loonraad is in afrondende fase voor wat betreft voorstellen voor aanpassing van het minimumuurloon. Dus ik verwacht dat anytime het zou per 1 december moeten zijn gebeurd, zouden ze me moeten hebben geadviseerd. Er was gevraagd om wat respect, om wat zaken uit te zoeken. Maar ik verwacht deze maand, uiterlijk begin februari, dat de Nationale Loonraad een advies naar me opstuurt. Ik denk dat we de coördinatie voor wat betreft minimumloon beter moeten aanpakken. Omdat inderdaad organisaties krijgen een bepaalde subsidie waarmee ze onder andere ook hun personeel moeten betalen.